Hallo allemaal, ik ben Petra van Dijl, lifecoach en ervaringsdeskundige op het gebied van narcisme. Ik ontving een vraag van een luisteraar. White Wolf is jouw naam, ik zal hem even voorlezen. Er staat hier, ik vraag me af of er manieren zijn om deze mensen te helpen, narcisten dus. Ik heb een relatie achter de rug met zo'n persoon en ben er nog steeds mee bezig en ben ook niet helemaal zeker of zij zo extreem is. Vandaar de vraag of je tot zo iemand zou kunnen doordringen. Ja, dankjewel voor je vraag, White Wolf. En ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen ook dat wij als mensen hebben allemaal narcistische neigingen. Niet kenmerken, maar neigingen. Dus afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden, kunnen we ons soms gedragen als een narcist. Of we laten dan de neigingen zien, we laten ze doorschemeren. Het verschil met iemand die NPS heeft, dus narcistische persoonlijkheidsstoornis, is iemand die een pathologische narcist is, zoals het heet. En wat houdt dat in? Dat is namelijk dat diegene zich superieur voelt. En die uit dat ook. Die vindt zichzelf heel belangrijk. Zet zichzelf altijd boven een ander. Heeft geen empathie. Heeft totaal geen respect voor jouw gevoelens, jouw emoties, jouw ideeën. Dus hij of zij ondermijnt je hele bestaan, als het ware. Dat is iemand met NPS. En iemand die de neiging heeft om narcisme te vertonen, dus narcistische neigingen, die is zich vaak bewust van zijn of haar gedrag. En als je daar bewust van bent, dan kun je dus ook maatregelen nemen om hulp te zoeken, om je gedrag aan te passen en om je gedragspatronen daarin te gaan verbeteren. Dus dat is iets wat wij allemaal hebben, mezelf inclusief. Dus als dat zo is, dan zijn wij in staat tot zelfinzicht en kunnen we dingen veranderen in ons leven die een ander schaadt, bijvoorbeeld. Met een pathologisch narcist is dat dus onmogelijk. Dus de kenmerken van een persoon met NPS is, zoals ik net al zei, ze voelen zich superieur. Ze manipuleren, ze intimideren, ze hebben geen empathie. Ze willen altijd de aandacht. Zij overdrijven vaak ook hun talenten. En ze zijn heel goed in verwijten en beschuldigingen. Dus eigenlijk de schuld altijd neerleggen bij de ander. En nogmaals, dit is kenmerkend voor alle mensen. Maar als je merkt dat een patroon vormt in het gedrag van je narcistische partner of oude of kind of wie dan ook, dan spreek je dus van NPS. En iemand met NPS, een narcist, is niet in staat om zijn of haar gedrag te verbeteren. Want ze geloven namelijk niet dat zij de schuld bij zichzelf moeten zoeken. Ze zullen dus nooit de verantwoordelijkheid nemen om hun gedrag aan te passen, om hun denkwijze aan te passen. Het is altijd de schuld van de ander. Dus wat dat betreft is iemand helpen met pathologische narcisme uitgesloten. Het is onmogelijk. Want je kan in dit soort relaties blijven. Maar uiteindelijk stel je jezelf altijd achter. Je zal nooit van jezelf een prioriteit maken. Want zoals velen van jullie weten, als je in een relatie bent met een narcist of het is een familielid, dan moet je dus altijd jezelf achterstellen. De narcist eist eigenlijk prioriteit in je leven. En dat is een beslag leggen op je emotionele intelligentie, op jouw gemoedstoestand, op je algehele welzijn. Ze leggen overal beslag op. En dit is dus niet te genezen. Simpelweg omdat ze nooit zullen inzien dat de verantwoordelijkheid bij zichzelf ligt en dat ze dus daarvoor hulp moeten zoeken of therapie. Nou, dat gezegd hebbende,
Zijn heel veel mensen die ook zeggen dat narcisme te helpen is met een bepaalde vorm van therapie. Maar persoonlijk vind ik niet dat dit een blijvend resultaat heeft. Want er zijn twee redenen waarom een narcist in therapie gaat. En dat is namelijk als ze proberen om de relatie met jou te redden, gaan ze net doen alsof zij in de relatie geïnvesteerd zijn. Emotioneel, fysiek uiteraard. Maar dat is wat ze proberen aan jou te laten zien. Dat ze echt geïnvesteerd zijn, dat ze echt hulp willen. Dus vervolgens gaan ze met jou naar een therapeut of naar een coach. Want ze zetten hun beste beentje voor. En uiteindelijk is dat maar tijdelijk, want dan hebben ze je weer voor zich gewonnen. En vervolgens vervallen ze weer in hun oude patroon. Dat is één reden. En de tweede reden is dat zij een gesprek met een coach of therapeut, met jou erbij, dus een driehoeksverhouding, zeg maar, is dat ze daarin heel goed de coach of therapeut weten te manipuleren. Dus ze laten het op een gegeven moment zo overkomen dat jij degene bent met het probleem, dat jij hulp moet gaan zoeken, dat jij een stoornis hebt. Dus het is eigenlijk, het is nooit een win-win situatie. Want ze vervallen altijd in hun oude patroon. Dit is ook een waarschuwingssignaal dat als een partner of als een familielid echt geïnvesteerd is in de relatie met jou, dan zullen ze er alles aan doen om dit te kunnen herstellen. Maar het is slechts een schijn. Het is slechts een masker. En als de masker weer vervalt, want narcisten vinden het echt een uitdaging om hun masker voorgoed af te doen. Als ze hun masker voorgoed af zouden doen, dan zouden ze moeten dealen met hun eigen innerlijke verwondingen, met hun gebrek aan zelfvertrouwen. Allemaal menselijke gebreken waar we absoluut aan kunnen werken, maar een narcist voelt zich simpelweg hier te goed voor. Zullen ze nooit doen. Dus ze kunnen nooit te lang hun masker afdoen, omdat dat voor hen te pijnlijk is. En verder nog, ze hebben gewoon geen empathie voor de situatie waarin jij je bevindt. Ze vinden het niet nodig om de relatie met jou te herstellen, omdat ze zich superieur voelen. Omdat ze vinden dat het hun recht is om jou verder emotioneel, fysiek en psychologisch te mishandelen. Dus nee, het helpen van een narcist is niet aan jou. Ik vind sowieso, weet je, als wij in relaties terechtkomen met zulke personen, dan zijn wij natuurlijk ook geneigd om die ander te willen redden. We willen ze helpen, we willen ze het licht laten zien. Maar dat is simpelweg niet nodig. Jij bent alleen maar verantwoordelijk voor jezelf, voor je eigen herstel, voor het wel of niet tolereren van het gedrag, voor het wel of niet accepteren van alles wat jij meemaakt. De keuze is aan jou. Jij dient daarin zelf verantwoordelijk te zijn. Dus, een korte video, maar ik hoop dat jouw vraag heeft beantwoord, White Wolf. Wees op je hoede. Zorg goed voor jezelf. En weet dat dit soort relaties eigenlijk een eindeloos verhaal zijn. Want je kan nooit herstellen als er misbruik van je wordt gemaakt. Het is altijd zaak om je te verwijderen uit een toxische situatie en aan je eigen leven te werken, aan je eigen innerlijke verwondingen te werken. En dan pas kun je volledig herstellen, maar niet in relatie met iemand die NPS heeft. Hartelijk dank weer voor het kijken. En voordat ik wegga, wil ik nog even mededelen dat ik op 30 november aanstaande weer een workshop geef voor degenen die geïnteresseerd zijn. Ik heb ondervonden dat het klein houden van de workshops het meest effectief is. Dus maximaal 4 personen toegelaten per keer. Dus mocht je daarvoor aan willen melden, dan is er aanstaande zaterdag 30 november een workshop. Tot zover de mededelingen.
Pas goed op jezelf en heb een heel fijn weekend. Heel graag tot de volgende keer. Groetjes. Doeg.